Als staatssecretaris van Comedy pleit ik voor het comedy-schavot. Op het comedy-schavot geen guillotine, geen rotte tomaten of scheldpartijen. Het comedy-schavot is de plek waarin je mensen openlijk mag uitlachen. Wie komen daarvoor in aanmerking? Ik beperk me hier tot een top 3. Op plek 3 staat Miel Brinkhuis, de perschef van Ajax, die het jammer vindt dat de vrouwen die van Mark Overmars dickpics ontvingen met de pers hebben gepraat. Volgens Miel hadden zij binnenskamers hun mond moeten open doen. Nou, dat lijkt me nou juist heel onverstandig. Miel deelt die derde plaats op het comedy-schavot met Ajax-directeur Edwin van der Sar. Die zei over de dickpics-affaire: ik heb een zware periode achter de rug. En dat begrijp ik, want iedereen kreeg dickpics, behalve hij. En dat is oneerlijk. Kijk, van der Sar blijft een keeper. Die wil ballen pakken. De volgende die in aanmerking komt voor het comedy-schavot is Mark Rutte. Afgelopen week zei hij in een videoboodschap voor alle Oekraïners: wij zijn familie. Alsof zo'n invasie voor die mensen al niet erg genoeg is. Toen ze in Oekraïne van de schrik waren bekomen, hoorde je ze denken: goddank is hij dat morgen weer vergeten. Want Rutte leidt aan chronische vergeetachtigheid. Eerst zei hij: nee hoor, we hebben echt niet gesproken over Pieter Omtzigt. Daarna zei hij: nou ja, misschien toch, maar ik heb er geen actieve herinnering aan. En pas toen anderen zeiden: ja, maar Mark, het staat hier in de notulen. En hier staat het ook. En we hebben er zelfs over geappt. Toen zei hij: oh ja, wacht even, ik heb het me verkeerd herinnerd. Het mooie was, hij kreeg steun van Henk Kamp. Ja, dat was lief. Die zei: als Mark zich niet herinnert dat er over is gesproken, dan is er niet over gesproken. Dat zei Kamp trouwens een dag nadat Rutte al had bekend dat er wel over Omtzigt was gesproken. Maar dat was Kamp even vergeten. Henk had dat even niet gewoest. Rutte noemt Henk ook liefkozend mijn Kamp. Het is ook weer geen toeval dat ze bij de VVD zo vergeetachtig zijn. Alzheimer begint altijd rechts. Bij de anonieme alcoholisten krijg je nu een gratis lidmaatschap van de VVD. De Volkspartij voor Vergeetachtigheid en Dementie. Met stip op 1 op het comedy-schavot staat Vladimir Poetin. De Russische president die de invasie van Oekraïne betitelt als vredesmissie. Deze week heb ik trouwens geld overgemaakt naar Giro 555. Maar ik heb wel even getwijfeld. Kijk, bij collectors denk ik vaak: ik hoop maar dat dat geld goed terechtkomt. Zoals laatst wordt er bij mij thuis aangebeld. Ik doe open, staat er een meisje en ze zegt: ik collecteer voor een kankeronderzoek. Ik zeg: nou, als je vindt dat het onderzoek zo slecht is, kom dan een andere keer maar terug. Laatst moest ik trouwens zelf voor onderzoek naar het ziekenhuis. Dus ik meld me bij de balie en ik zeg: goedemorgen, orgen. Ik heb een afspraak, aak. Zegt die dame: ah, ik hoor het al. U komt voor de echo. Tot ziens en lachs op het comedy-schavot.